Nou, ik heb nu iets nieuws. Dat is alschaduw uit een potloodje. En dat draai je open. Daar zit alschaduw in het dopje. Dat doe je zo. En je doet de alschaduw erop. Super handig. In twee kleuren. Ik ga het zo eens gebruiken. Ik doe eerst, want deze is ook heel fijn, heb ik even laten testen bij wat verschillende klanten van mij. En die waren er heel blij mee. Perfect Base. Nou, dat is een soort van, het lijkt wel een soort van zijde. Glansachtig iets voor onder je basis. En dat vult de kleine lijntjes op. Hij is echt heel lekker zacht. Dat kan je gewoon onder je foundation doen of onder je poeder. Nou, ik ben natuurlijk niet van de foundation, dus ik pak mijn poedertje. En die doe ik er overheen. Ik zie dat die uitgroei ook alweer bijgewerkt moet worden. Een beetje in mijn wenkjes. Je draait hem open en de lichte kleur, is eigenlijk een beetje een crème kleur, is een hele mooie basis. Doe je gewoon op je bewegend ooglid. Zo. Heel makkelijk. Even in het dopje. Even zo doe ik even met mijn vinger, druk ik het er een beetje in. En dan kan je met die donkere, kan je dus gewoon die arcadeboog inkleuren. Even zo erin zetten. Hup. Vinger eroverheen om een beetje te verpoetsen. Zo. Mascaraatje. Nou, klaar. Een beetje met de YouTube Sun wat extra op mijn wangen. Want we kunnen wel weer wat zon gebruiken eigenlijk. Als we toen niet op vakantie kunnen, halen we de YouTube Sun maar even over het gezichtje heen. Nou, ik zeg niks meer dan nu vandaag.